Meer talen, meer takkomst. Hield u het meer skwallen, weer het trijentalig. Er wordt op het meet van het produceren van Friesk leesmateriaal voor de band een soort dingen. De AVOEK speelt wat dat onbelangt net zwak bij. Om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal over de hele provincie, komt men vanzelf bij de inspectie van het onderwijs terecht. Jan Oudeboon had als inspecteur van het onderwijs daar onderzoek naar dien en ik Hifke had de skwallende kerndoorn wil helpen. In feite zijn de meeste Friesen heel positief over het Fries. Namelijk 76% van zowel de directies als de leraren als de ouders, die vinden het heel wichtig dat er aandacht besteed wordt in het onderwijs om Fries. Dus dat is eigenlijk heel positief nieuws. Maar dan komt de vraag, hoe vullen we dat in? En daar heeft het onderzoek uitwezen dat er een hele grote verschil niet binnen. De ene zegt, wij vinden het wel, als het alleen nog als viertaal gebruikt wordt, vinden we het best genoeg. Oren zegt, nee, wij willen meer dat lezen en het schreeuwen, een plakje aan, dus wij willen volle heger. En dan binnen gewoon een groepering, dat is ongeveer 20%, die zegt, nou, maar het Fries is geen sociaal-economisch belang, voor u hoedt dat Fries net. En die horen elkaar in staan en dat hoort dus altijd een spanningsveld bloot te besteden. De tendens die stolsjost is dat er in de onderbouw bij de beukers in Friestalige gebieden wel een heel soort Fries praat wordt, maar hoe meer men naar de boppenbouwgroepen gaat, hoe meer de Hollandse de instructie de viertaal wordt. Een van de voorwaarden die men in zo'n Friese les dan had, is die differentiatie. Als er hele verschillende beginsituaties is, dan mag daar ik rekening mee horen in zo'n les. En mijn mening is wel dat bij een heel soort squallen die differentiatie net aanwezig is. Dat wil zeggen dat het voor het ene been te dreig is en voor het andere been is te makkelijk. Zo heb ik een brief gekregen van een jongen naar aanleiding van dit onderzoek en uit een zeer Friestalig dorp. En die zei, ach, bij u op Skwalk is het Fries wel afschaffen, want dat ken ik al, want dat heb ik toen al geleerd. Voor hem zou de les dus te makkelijk wezen. Wij kunnen constateren dat op alle skwallen in Friesland er altijd Friestalige bijen binnen. En bij de meeste skwallen in Friesland is de meerderheid van het aantal bijen ik nog steeds Friestalig. Dus elke skwallen heeft op hoe dan ik maar het Fries te marchen. Recent onderzoek wist dus uit dat meertaligheid positieve effecten had op de skwalprestaties van de band. Bijen worden er beter van. Ze leren beter de thuistaal en scoren in het Nederlands krijgt ze goed. Friesk en Nederlands vormen ze een goede basis voor het Engels. Trije talen voor die tolfde. Het is een stevig fundament voor een goede toekomst. Meer weten? Friesk.nl